Ja, een nieuwe update vanuit de rechtszaal in New York, waar momenteel Kevin Spacey terecht staat voor seksueel misbruik. Nou, het onderwerp van gesprek tijdens die rechtszaak kwam uiteindelijk op de seksuele geaardheid van de acteur. Iets waarover hij altijd gezwegen heeft, tot de beschuldigingen aan zijn adres binnenkwamen. Maar dat is volgens de acteur de schuld van zijn vader, die een homofoob, racist en neonazi zou zijn. Aan het begin van deze maand begon in New York City dus de rechtszaak tussen Anthony Rapp en Kevin Spacey. Rapp was een van de meerdere vermeende slachtoffers die Spacey ervan beschuldigen dat hij hen seksueel had misbruikt. Na die beschuldigingen, die in 2017 naar buiten kwamen, maakte Spacey op 58-jarige leeftijd zijn seksuele geaardheid wereldkundig. En tijdens de rechtszaak verklaarde de acteur waarom dat zo lang duurde. Hij zei, mijn vader geloofde in rassensuprioriteit en was een neonazi. Ik heb nooit openlijk over deze zaken gepraat en ik groeide op in een zeer lastige familiedynamiek. Ja, in zijn getuigenis tijdens de zaak werd Spacey door Rapp beschuldigd van het maken van seksuele avances aan zijn adres toen hij nog maar 14 jaar oud was. Ook noemde hij Spacey een fraudeur, omdat hij nooit openlijk uitkwam voor zijn geaardheid. Maar Spacey noemde dat op zijn beurt weer onzin, omdat hij niet zijn hele leven lang een leugen volhield, maar gewoon huiverig was om over zijn persoonlijke leven te praten. En daarna schetste hij een beeld van hoe heftig dat leven dan was. Zijn vader Thomas Fowler zou vaak racistische tirades hebben gehouden en aangezien hij ook vaak zonder werk zat, moest het gezin vaak verhuizen. Op het moment dat Spacey aan zijn vader vertelde dat hij acteur wilde worden, kreeg hij te horen dat hij geen F-woord moest zijn. De specifieke term die hij daarmee bedoelt, benoemde de acteur niet, omdat hij die term te beledigend vond om te herhalen. Nou, deze specifieke rechtszaak is voor Spacey in ieder geval van grote symbolische waarde, aangezien Rapp de eerste was die de acteur beschuldigde van seksueel misbruik. Dat betekent dat een veroordeling in deze zaak kan leiden tot een soort domino-effect ten opzichte van alle aanklachten die later volgden. Spacey heeft overigens zelf altijd volgehouden onschuldig te zijn en hij heeft ook al een voorzichtige eerste overwinning te pakken in deze zaak, aangezien de rechter hem nu alleen vervolgt voor mishandeling. De aanklacht voor emotionele schade werd afgewezen door de rechter, omdat die niet tot dubbele schadevergoedingen wilde overgaan. Wanneer er een definitieve uitspraak gedaan zal worden, dat is nog niet bekend. En tot zover deze Movie Meter update. Vond je deze video leuk of interessant? Laat dan een like achter of laat het ons weten in de comments hieronder. Voor nu wil ik zeggen, heel erg bedankt voor het kijken en tot in de volgende video.